Koen, de winst valt dus tegen bij ABN AMRO? Ja, en juist ook dat stuk van die kosten, dat valt erg tegen. Want ze hebben een doelstelling voor de kosten voor volgend jaar eigenlijk een beetje versoepeld, zou je kunnen zeggen. Ze mogen iets meer aan de bovenkant gaan zitten van hun eerder aangegeven range. En dat is natuurlijk toch een slecht verhaal. In combinatie met die 1500 banen. Dat is misschien nog wel te weinig om echt in die range te komen waar ook ING toch aangeeft dat je zou moeten zitten als Van Angel. Koen, wat gaat die koers zo meteen doen om 9 uur? Nou, ik denk dat er wel wat druk is, want zo'n florisant vond ik het hele verhaal niet. Er zitten ook een aantal eenmalige baten in. Het komt ook doordat ze de slechte leningenportefeuille daar wat minder voor hoeven te reserveren. Nou, dat is natuurlijk een tijdelijk effect. Dat is niet echt onderliggende verbetering van de cijfers die langdurig kunnen standhouden. Dus ik vond het niet heel indrukwekkend en ik denk dat er zo ook gereageerd gaat worden.